De mannen van vandaag en site staan er bekend om, ze durven hun gasten pas bij de enkels af te zagen als ze er niet meer zijn. Helmoet Lotti vonden ze prima toen hij in de studio was, maar werd een dag later vernederd. Lilian ze, niks mis mee, totdat ze er de volgende avond niet meer zit. En ook Merel Ek is nu flink de los. Merel voelt zich rot over de manier waarop Moede Hoop is besproken door Johan Derksen, omdat zij degene is die beelden van een interview met hem meenam naar de studio. Toen ze eind vorige week in de talkshow aangaf dat ze er slecht van had geslapen, toen vroeg René van der Gijp zich hardop af waarom ze niet gewoon was thuisgebleven. En Johan Derksen? Die heeft Merel eergisteren compleet afgekeurd toen ze er niet bij was. Het maakt Angela de Jong woest. Zij zegt in haar AD Media podcast, ik word vooral echt naar van de manier waarop ze Merel Ek wegzetten. Wilfred Gené, Johan en René zijn laf, vindt Angela. Het is aan de lopende band daar dat als iemand kritiek heeft aan die tafel en die uitdat. Op dat moment gaan ze er nog een beetje redelijk mee om, maar de dag daarna kun je erop wachten dat je de volle laag krijgt. Altijd als diegene niet meer aan tafel zit, dan durven ze opeens. En dat vind ik zo ontzettend laf. Dat ik denk van, val iemand dan op dat moment aan. Als René van der Gijp kritiek heeft op Lilian Marijnissen, omdat ze volgens hem Johan Derksen te vermanen toespreekt, zegt dat dan op dat moment. Merel Eck wordt dus belachelijk gemaakt, omdat zij dus duidelijk wel in haar maag zat met die hele toestand. René grapte maandag dat Merel wel slecht geslapen zal hebben omdat haar vriend snurkt. Angela, nou, ha 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 ha. Dan moet je dat vooral belachelijk maken als ze er niet is. En ook weer termen gebruiken als blaag en ik laat me niet vaderlijk toespreken. Ze vervolgt, het geldt altijd voor jonge mensen en het geldt altijd voor vrouwen. Daar word ik ook wel een beetje zat van. Dat zijn degenen die ze dan aanpakken. En dat vind ik echt laf. Het wordt steeds duidelijker dat VI er echt alleen is voor de conservatieve, vastgeroeste mening, al dus Angela. Het is het programma waar je zogenaamd alles mag zeggen, behalve dan tegen Johan Derksen. Dan mag je niet alles zeggen. Je mag inderdaad zeggen dat je het met hem eens bent, maar je mag vooral niet zeggen dat je een eigen mening hebt en dat je het niet met opa Derksen eens bent.